ME, tweede busje wat ik al zie. Ja, ik ben hier voor een zeer belangrijke, ernstige boodschap. Nog een busje, er staat nog een busje hier verder op de hoek. Ik zeg nog zo, politie, je hoeft niet hoog op te schalen. Alles in orde. En sowieso, het protest gaat al anders dan we hadden gepland. Vanwege dat mijn megafoon geleend is en nog niet teruggegeven is. En een bestelling hebben we nog niet binnen. En er kwam vandaag nog een actie bij de rechtbank, waar ik ook niet van tevoren van op de hoogte was. Maar zo zie je maar. Dus een protest, 5 personen aangemeld voor de zekerheid bij de ambassade van Israël. En de politie massaal aanwezig. Nou, dan schendt je al mijn privacy. Want als ik met mensen hier sta, waar ik misschien niet direct een goede affiniteit bij voel, dan voel ik me ook minder op mijn gemak. Nou, ook apart. De Republiek Armenië zit hier dus ook. En hier kom ik voor. Hallo, goeiedag. Hiervoor ben ik gekomen om een speech te geven. En ik ben een beetje aan de late kant door iets anders wat er even tussen kwam. En ik weet niet wie zij nog allemaal verwachten. Er reed net nog een busje weg, dus al 4 ME-busjes zijn hier met mij bezig. 4 ME-busjes zijn nu hiermee bezig en nog politie. En ik ben daar niet trots op, want ik heb ook gezegd dat hoeft allemaal niet. Maar ze kiezen zichzelf voor ons. Ze hebben natuurlijk beoordeeld door de ambassade van Israël. Van als er hier een protest is, willen we wel jullie zien. Want we moeten wel onze veiligheid groot in acht nemen. Terwijl het een verbaal protest is. Kijk, daar staat nog een busje. En ik vind dit echt zonde van hun tijd. Maar ja, ze doen toch vrij weinig voor de mensen. Dus ze hebben ook niet veel te doen. Want ze hebben geen tijd voor de echt belangrijke aangiftes van Nederland. Ik ga hier mijn speech even geven. Even me omkleden. En misschien komt nog iemand naar buiten. Dus het is gesloten helaas, maar daarom was ik hier ook om 1 uur gekomen. Dan zou natuurlijk de personeel naar buiten moeten komen, omdat ze naar huis gaan. Maar misschien werken ze nog wat langer door. In ieder geval zal hij zeker vaker komen, want ik heb belangrijke boodschappen hier af te leveren en uit te brengen. Voor alle Joden in nood, voor alle mensen in nood. Om de oorlogen te stoppen. Alle elites die zich daarin mengen met allerlei wapenhandel en financiering. Hele dubieuze praktijken om de bezetting vast te houden, om het land helemaal over te nemen voor de New World Order agenda. Ja, daar hebben we allemaal mee te maken, want we zijn er allemaal bij betrokken. We hebben er allemaal last van, maar wie het meest last van hebben, zijn de mensen nu in Gaza die lijden. Die gebombardeerd zijn, die familieleden verloren zijn, vrienden. Nog mensen zijn ook vermist. Ze hebben geen eten, geen drinken, geen elektriciteit, geen ziekenhuizen. Daar willen we het vooral over hebben op de protesten. Maar nu ben ik hier ook meer om het zionisme te openbaren. En daar ga ik ook gewoon een normale video van opnemen. Ik heb niet aangebeld, maar het licht gaat aan. Hallo, who is there? Are you there, Embassy of Israel co-worker? Ik word bekeken. Hallo Mossad, are you there? Are you seeing me? Mensen, ik ga rustig mijn video hier opnemen. Die zal ik later publiceren, ook op Facebook. Hoe ik kijk naar de sionisme, naar de dingen die nu gebeuren. Derde wereldoorlog, wat duidelijk gewoon dichterbij komt dan ooit. Zowel Rusland, zowel het conflict met Rusland en het Westen. En dan ook nog Israël en het conflict met de moslims. Daar die natuurlijk daar heel erg boos over zijn. Dan zie je gewoon de spanningen tussen Iran en Israël. En ja, je ziet de propaganda. Je ziet dat wij eigenlijk, wordt er voor ons gekozen als Nederland. Zonder dat wij feitelijk gezien de kans krijgen om een mening te hebben. Je wordt eigenlijk een mening opgedrongen. Want als je dus voor de Palestijnen opkomt, dan word je meteen in het Hamas-kamp gezet. En dan ben je meteen iemand die de actie van 7 oktober steunt.
En dat is helemaal niet zo. Ik steun die actie daar helemaal niet. Ik snap bepaalde dingen, ik snap bepaalde woede, ik snap bepaalde strategieën vanuit een soort van verzet of een terugpakken van land of mensen ontvoeren om te kunnen ruilen met Palestijnse mensen die ontvoerd zijn. Ja, maar mensen vermoorden, dat heeft natuurlijk nooit geen zin. En leger tegen leger, heb ik vaak gezegd. Maar daar kom ik dus nog later op terug, mensen. Een oorlog is leger tegen leger, maar als je in een bezetting zit, ja, dan ga je andere manieren moeten vinden om voor jezelf op te komen. Als je geen leger hebt, als je geen wapens hebt, en dan krijg je guerrilla aanvallen. En dat ziet er vaak heel lelijk uit. En dat brengt ook heel veel schade en ook reputatieschade natuurlijk. Maar ja, wat heb je gedaan? Waarom heb je het gedaan? Waarom heb je onschuldige mensen hierin meegetrokken?